Ik heb de trap al uit de schuur gehaald, dus begin Easter om op te gaan ruimen. Maar ik kom er vandaag dus niet aan toe. Ik moet nou weg om boodschapjes te doen en ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En ik heb pijn aan mijn duim. Jonisch. Doe de kou. En dan had ik deze handschoenen aan, die oude. En het is 5 graden. En het is niet echt extreem koud, maar die duim doet zeer door de kou. Weer? Gelijk opruimen, ik heb nog wel, maar dat verhuist weer naar beneden. En dan gaan we weer naar boven, want dat is dan al onder. Die zit er niet door, maar dat doet het niet toe. Jij even die kant op en jij even die kant op als je wilt. Uiteraard heb ik even weer een lekkere mokka bij me. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds vrijdag de 12e van de eerste 2024. Alweer 12 dagen in het nieuwe jaar. Ja, het gaat even goed, wel weer sneller, hè? Nog even, dan zit je weer bij de feestdagen. Ik heb het net zo goed laten staan. Ja, toch? Maar ja, doe je me niet. Maar ja, vanmiddag zou Mary komen, dat is niet doorgegaan. Dus ja, daarom staat de boom nog, hè. Ja. En ik was ook nog niet helemaal... Ik ben niet helemaal in orde. Ik weet niet. Ik had vanochtend barstende hoofdpijn, misselijk. Nou ja, ik neem bijna geen pillen in. Ook niet die paracetamol met lin. Omdat ik dus last van mijn maag heb. Ik denk, weet je, ik smeer gewoon een paar keer menthol erop. En dan probeer ik weer te slapen. Nou, vandaar. Maar ik ben nou verder wel hoofdpijnvrij. Helemaal hoofdpijnvrij. Het is enkel die rotmaag. En dan word je ook zo... ja, chagrijnig door. Hè? Maar ja, in ieder geval. Wij wensen jullie wel een hele fijne dag toe. Het is grijs, grauw, triest. De straten zijn vochtig, maar het regent niet, want de poort is droog. Dus ja, dat dus. Het is droog. Daar zit blauwe lucht aankomen, zeilen, maar ook bewolking. Dus ja, het zonnetje schijnt ook een beetje, maar je ziet het amper. Ja, omdat het aan deze kant bewolkt is, dan zie je dat niet. Maar daar is blauwe lucht, dus ja, het zonnetje zal ergens zijn, denk ik. He, maar ja, we gaan lekker even een buiten frisse neus halen. En ik wou eigenlijk boodschappen doen, want ik heb geen vleeswaren meer. En dat moet ik wel halen. Ja. Hè, kind? Ja. Dus ja, voor het eerst in het jaar weer vleeswaren halen. Ja, en kaas. Want ik ben ook met de laatste kaas bezig. Dus dat gaan we wel doen. Ja, dus eventjes... naar een winkel die van het WEF is. Om geld in mijn portemonnee zien te krijgen. En dan even naar de volmarge. Ja, die is niet van het WEF zover ik weet. Nee. Nee. Maar ja, je moet toch je boodschappen doen. Maar ik wil sowieso al niet bij Albert Heijn. Want dat vind ik een rotwinkel. Hij is... niet qua personeel hoor, maar ik vind het gewoon een rotwinkel. Ja, ik weet dat het niet van het WEF is, maar de lichtval, daar krijg ik hoofdpijn van. Van die spotjes, ik zie het amper, de producten, wat het kost of wat dan ook. Is de producten wat vers, ja of nee, dat kan ik niet met dat licht zien. Ze hebben van die spotjes, nou daar hou ik niet van. Doe gewoon normale TL-balken. En doe anders die LED-verlichting, dat zijn ook TL-balken van, ja. En dan heet tenminste meer daglichten van. Hé, kind? Ja, die... oh, dat is iemand.
Maar Google zegt 5, computer zegt 5. We gaan kijken wat de telefoon zegt. Nou, waarom doet hij niks? Even weer terug. Nee. Zo ja. Dan gaan we daar aantikken. Daar zegt hij dus ook 5. En voelt als 2. Nou, dat lijkt me stug. Want ze zeiden net boven niet dat de gevoelstemperaturen waren. Ja, 5 graden. Dus wel koud, zeg maar voor de rest valt het mee. En het ziet er niet slecht uit verder. Het is in ieder geval droog. Al mag het wel vochtig zijn, maar het is droog. Dat was het weerbericht van een helder. Ja, en omstreken misschien. Ja, weet ik veel. Ja, want de meren die had het er aan het begin van de middag erover van het regent. Ik regen. Dan moet ik het op mijn ramen horen. Of op mijn dak. Maar ik hoor niks. Die loopt ze aan mij weg. Maar het kan bij haar dus wel regenen, hè. En ze woont ook wel in Den Helm, maar aan de andere kant. Ja. Dus ja, dat weet je niet. En mijn bril die zakt in ene weg. Achter mijn oor. Waarom? Weet ik niet. Blijf zitten. Maar in ieder geval, ja. Ik heb ook wel eens hier gehad. Hier. Ja, bij mijn huis, ja. Daar ook bij de keuken regenen. En dat kletterde gewoon op het raam. Maar daar was alles keurig droog. Ook de poort was droog. Kon gewoon zo naar buiten lopen. Zonder jas. Maar daar regende en dat spoelde daar. Plassen kwamen er, maar hier bleef het droog. Net op de grens. Ja, kan je zomaar hebben. Is wel leuk hoor. En dus, maar oké, het is al met al nou 4:05. En die klok die is dus 5 minuten achter. Nou ja, kom wel weer als we de versiering weer gaan halen. Laat me mooi achterlopen. Ja, 5 minuten. Ja, nou ja, pech. Oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En tot later. Zo, lieve vrienden, ik ben er weer. Ik heb de meisjes uitgelaten. Ik heb de verlichting van buiten. Er zaten oplaadbare batterijen erin. Die heb ik eruit gehaald. Die gaan er vandaag nog aan de stroom. Ik heb de trap al uit de schuur gehaald. Dus het begin is er om op te gaan ruimen. Maar ik kom er vandaag dus niet aan toe. Ik moet nou weg om boodschapjes te doen. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En ik heb pijn aan mijn duim. Ja, die doet de kou. En dan hard deze handschoenen aan. Die oude. En het is 5 graden. En het is niet echt extreem koud, maar die duim doet ze door de kou. Enkel die duim. Ik ga liften. Ja. Maar ja, het begin is wat er gaat. Ik heb de boel en de boksen, nou, die stonden er gisteren al. En ja. Dat die trap binnen is, is ook al heel wat hoor. Ja. Daar ben ik wel blij mee dat die nou binnen is. Dan kan ik tenminste weer opruimen heen gaan. Dus zonder dat er iemand last van mij heeft. Ja, toch? Dus ja, ik ga nou een boodschappies. En ik zou zeggen, geniet van alles. En als ik terugkom in de boodschappies, ja, laat ik jullie dat weer even. Uiteraard eventjes zien. Ja, komt helemaal goed. Ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed. En doe je ding wat je zelf doen moet of doen wilt. Geniet van alles. Tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis van boodschappen doen. Ja, er staat hier een tas vol naast me, echt vol. Ik heb mijn koffie gemaakt. Ik heb de meisjes eten gegeven, want die hadden geen eten meer. En dat gaat dan even voor. En ja, nou de boodschappen, even mijn handschoenen er nog uit halen. Ga eens even naar de kant, Carlo. Ja, zo, aan de kant, aan de kant. Voilà. Nou ja, een zak knabbeltjes uiteraard weer. Gelijk opruimen, ik heb nog wel, maar dat verhuist weer naar beneden. En dat gaat weer naar boven. Wat ligt er nou onder? Die zit er niet door, maar dat doet het niet toe. Jij even die kant op en jij in die kant op als je wilt. Uiteraard heb ik even weer een lekkere mokka bij me. Enkel op eentje zit niet een nootje, maar ja, dat heet het niet. Nee,
Ik ga de koelkast in. Ja, wauw. Oh. Ja, juist. Jij moet even opschuiven, kan er niet bij. Zo. En die moet ook de koelkast in. Kijk, lekkere makreel, hè? Ja, afgeprijsd van 3,35 naar 2,18. Ik denk, nou, dan neem ik je mee. Zo simpel als wat. Zo. Ja. Die ring was daar ook nog, wat er niet nodig heeft. Ik heb wat Gandalf natuurlijk mee, want die heeft, moet ook weer eten hebben. Nachtvoer is dat. Snoepies. Voor mezelf. Een gouden goudgele rakker. Ja, en waarom ik die niet in de koelkast zet? Nou, ik moet geen koude drank hebben. Dat is sowieso al niet goed voor een mensenlichaam, dat je koud drinken drinkt, tenminste te koud. Gewoon uit de kraan, water, oké. Maar uit de koelkast, no go. Nee, niet doen. Nee, ik weet bij hoog en belaag niet meer waar ik dat gelezen heb of wat dan ook. Maar het is sowieso niet goed voor een lichaam. Maar ik heb er toch sowieso al een hekel aan, want ik sabbel ook niet op ijsklontjes of wat ook. Ik moet het allemaal niet hebben. Nee. Nou ja, een fles glue, hè, zolang het te koop is, koop ik het. Is lekker. Ja. Leg daar wat er niet hoort. Die moet in de la la la, in de la la la, in de la 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 la. Ja, Gandalf. Ja. Ook deze was bijna op, dus die kan naar boven. Ja. Ik heb een nieuwe fles wijn. Die heb ik nog nooit eerder gehad. Ook nooit gedronken. Het is een vruchtenwijn. Dus ja, en die was goedkoop. Dus ik denk, hé kind, het is winter. Nee, nee. Dus ja, dat dus. Nou heb ik een heleboel vleeswaren en kaas. Dat gaan we eerst even ruimte voor maken. En daaronder ligt ook nog eten voor zometeen. Dus ja, we gaan even ruimte maken. Ik zal ook dit even voor Gandalf vast openen, want daar zijn we wel op weer aan toegelijk. Zo. En dan kan dat mooi daar al in. In het kastje. Voilà. En dat kan weg. Nee, niet waar. Ik zou daar het afval in gaan bewaren. Ja, dan gelijk weg. Nou, dat kan daarbij in. Ja, echt waar. Even hoppakee. Daar tovenaar. Wat staat je snavel daar? Dat valt niks te eten, dames. Dames en heren. Nee, er is niks. Tasje mee. En die neemt even op de schoot. Joh. Wat hebben we hier? Gebraden gehakt. Wat hebben we hier? Ook gebraden gehakt. Salami. Gekookte Gelderse. Wat is dit? Ook salami, vandaar. En daar heb ik er allebei maar één van. Dat is gereelworst. Vandaar gewoon bij op. Oh ja, er was nog wat onder. Boterhammenworst. Boterhammenworst. Kaas. En nog een keer kaas. Worteltjes. Heel goedkoop en eten voor zo meteen. Nou, dan kan die tas eerst gelijk weg.
voor ik opgeruimd worden. Voilà. Ja, echt waar. Zo. Hup, in de kast. Wat ik idee daarbij in. Hoppakee. Ja, nou. Ik laat het jullie even beter zien. Dit was ook heel goedkoop. Iets van 59 cent of zoiets. Wordt dat goed? Dus ja, deze. Nou ja, die was niet in de aanbieding, maar gewoon normale prijs. Maar wel de goedkoopste. Twee nog wat. Kaas, nou ja, dat weten we. Dat is hartstikke duur. Ja, dat is allemaal hartstikke duur. Kaas. Kan er niks aan doen, maar het moet wel in huis. Ja. Ja. Ik krijg zo eten. Ik ga even la pakken. La 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 la. En ik moet nog spruitjes klaarmaken. Oh, ik heb het weer. Zo druk. Ja. Spruitjes die moeten daar ook te vergaan. Maar ze zijn nog goed, zie je. Die. Ah, ja, wat moet die nou weer hebben? Daar maar even onder. Zo, oud. Is mijn lava weer leeg. Ja, en dan gaan we er alles weer in doen. Ook dat moet gedaan worden. Ja, echt wel. Ja. Ja, is het zo? Is het echt waar? Zo, kunnen jullie het een beetje bekijken? Ja, hè. Zo moet die om. 1, 2 meter zitten. Eerste kaars. Nou, dan gaan we zo doen. Voilà. En dan daar al in. En dan weer zo. Zo. En zo. En dan komt dat weer op de gebraden hak. Zo, twee rijtjes. Nou, dan wordt het verkennen door maar. Mag ik hopen? Ja. Gelijk jok en klem. Ja, toch? Ja. Nou, kijk, weer in die rij. Ligt er weer een hondenbrok op de grond. Het zal niet zo, hè? Dametjes, zonnes goede lieve. Ja, ja. En wat gaan we eten? Nou, we gaan andijvie stamppot eten met 1, 2, 3, 4, 5 gehaktballetjes. Waar 2 van door 3 wordt gedeeld. Ja, dus helemaal weer goed. Ja. Zo, dus ja, helemaal, nou, dat kan eerst wel uit. Voilà, die snoepjes ruim ik straks wel op. En mijn koffie neem ik mee. Ja, jij krijgt zo, schat. Jouwe, je krijgt zo. En doe ik daar het licht voor in de keuken uit. Had wel aan kunnen blijven. Maar ja, kan zo geschieden. Maar in ieder geval, kan al veel eten. Dus dat gaan we mooi even verzorgen. En ik zou zeggen, jullie ook smakelijk eten. Bon appétit. En een hele fijne avond gewenst. Tot later. Doei, 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 doei. Kiekeboe. Mijn grote kleine meid. Lekker even buiten geweest met z'n drietjes. Lekker even wezen lopen. Hé, hey, ja nou. Was lekker even buiten. He. Ja. En dan gaan we straks weer in een bedje toe. Maar dat duurt nog heel even, want ik heb nog even wat te doen. Ja. Ja, echt waar. Dus, nou ja, ik zal eventjes jullie neerzetten. Zo. Oh, jullie staan niet goed. Hoe dat nou weer? Zo, nu weer wel. Ik heb net de vlog naar YouTube gebracht. Ik ben wat later begonnen dan normaal, omdat ik eerst wat anders wou kijken. Ja, dat vond ik helemaal leuk. Helemaal geweldig. Op de televisie. Was leuk. Ja, dus dat heb ik eerst lekker gedaan. Lekker aan mezelf gedacht. En nou ben ik weer voor jullie bezig. En ik moet nog even naar Facebook. Maar het is al wel bijna
1 uur 58, dat is bijna 2 uur. Ja, de titel de Gains koft als je zelf stil zit, hè. Maar het maakt allemaal niet uit. Wel, nee, we gaan gewoon door met die banaan. Ja, toch? Ook heb ik nou op een of andere Roemeense film, maar het, nou, ja. Ze spelen het na. Ja, ze spelen het na. Dus ja, een beetje komisch. Het is een beetje humorachtig. Dus, maar ja, ik vind het wel grappig. Maar ik wens ondanks alles jullie allemaal wel een welterusten. En een gezonde nachtrust. En slaap lekker. Met mooie dromen uiteraard. En jullie weten het gewoon allemaal. God houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!